Ja. Ja, maar dat blijft hij doen. Ja, draag je altijd de gordel. Ja. Het heeft hier ook alles te maken met de gordel, hè? Want we hebben de verplichting om de gordel te dragen. Het is een automaat. Ja, we hebben er een automaatje van gemaakt. Oké, okay, prima. Maar goed, met de verplichting om de gordel te dragen, dat doen we dan ook. Alleen, misschien nog een paar aanvullingjes op. Dat heeft u gedaan als je hem inklikt, dit doen. Maar met name deze, de hoogte instellen, dat doen we als volgt. Doe eens twee handen aan het stuur. Hij gaat heel langzaam naar voren met uw lichaam. Heel langzaam naar voren. Kijk, hij grijpt hier aan. En het moet eigenlijk ietsjes meer die kant op. Kijk, ik ga nu eens twee. Okay. Dus zo meet je even de... Je hebt de neiging om te sturen. Geef niet. Het volgende gaan we doen. We draaien hem heel langzaam op de kop. Als die gaat draaien, dat is puur een stukje veiligheid voor ons. Zet dan twee handen tegen het dak. Je begrijpt hem al, weet je, hij draait heel langzaam. Als je dan op je kop komt, dan sta je op je handen. En je laat je eigen beetje door je armen zakken. Maar als het goed gaat, is het een rijvast. Op 45 graden, want het is geen frontale botsing, dus nee. Hij gaat als het ware zo kantelen op 45 graden. Dus bij elke auto zo hoor, gaat die gordels in de beveiliging. Dus u blijft keurig hangen. Ja. Dan krijgen we het volgende natuurlijk. Je hebt je handen nog tegen het dak, hij hangt helemaal op de kop. Freek doet daar het portier open. Ik doe hier het portier open en dan gaan wij u eruit praten. Okay. Want het feit blijft natuurlijk, als het in de praktijk gebeurt, hij hangt op je kop, wil je maar één ding. Je wil die sluiting indrukken, want je wil eruit. En dan hou even, je de sluiting indruk en die krijg je ingedrukt, dan val je wel een eind naar beneden. Ja. Dus dat in ieder geval sluiting vasthouden. We gaan het proberen. Nee hoor, de rest wordt allemaal verteld door Freek. Ja, oké, okay. Heel goed. Maar anders duurde het te lang als je dit allemaal aan moet horen en je hangt op je kop, is niet meer leuk. Dat voorkomt dus dat hij naar beneden zakt. Dat is heel goed. Want dan gaan we vallen, hè? Dat is niet slecht. En je voet op het dak. Prima. Ga eens met deze hand langs je diagonaal om te voelen waar de sluiting zit. Maar niks meer doen, hè? Okay. Heb je me gevonden? Ja. Hand dit op zo. Kom je altijd met jouw sluiting uit. Okay. Je voet mag daarnaast. Ja, strek hem naar buiten. Kun je zelf nu omhoog drukken in je stoel? Hou spanning op je been, hè? Druk de sluiting maar in. En die hand weer terug op het dak. Hand weer terug op het dak. Hand weer terug op het dak. En rollen maar. Ja, rol maar helemaal op zo. Ja, oké. Okay. Gaat het voorzichtig, hè? Handen en voeten staan. Hallo. Applaus. Het is goed. En nu vallen jullie allemaal.